Ik denk dat het heel belangrijk is om op dagen als nu, tijdens de APW, dat we het politiek en de industrie en de belangen van de industrie, dat we die dichter bij elkaar brengen. En dat we daarmee ook de interactie beter maken. En als zeker ook een breder beeld ontstaat binnen zo'n groep, dan is dat ook een heel krachtig signaal, denk ik, richting politici. Ik vind dit soort bijeenkomsten altijd erg nuttig om bij te zijn. Sowieso ook om vanuit het netwerk om de collega's weer te zien van de andere organisaties. Maar bovenal ook om met elkaar een soort gedeeld beeld te krijgen van wat vinden we nou met elkaar van de begrotingsbehandeling. En wat zijn nou de belangrijkste onderwerpen om de komende tijd op te focussen. Op Prinsjesdag worden natuurlijk heel veel plannen bekendgemaakt. De begroting wordt gepresenteerd, et cetera. Dat is denk ik een van de pluspunten van vandaag, dat dat nader geduid wordt voor de ondernemers. Wat betekent dat nou voor ondernemers het komend jaar? Maar ook, en dat is heel erg belangrijk, waarom politiek Den Haag dit allemaal voorstelt. Wat zijn de beweegredenen? En vervolgens kun je als ondernemers daarvan leren en daarop acteren. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor je eigen bedrijf? Dan moet je wel of niet nu gaan investeren en zo ja, waarin? Wat ons is opgevallen in de miljoenennota is dat er mooie ideeën in staan die ook door de koning in de troonrede werden verwoord, maar dat de daadkrachtige plannen, duurzame daadkracht eigenlijk ontbreekt. Voor de leden van de FME, voor de technologische industrie, is bijvoorbeeld dat we met z'n allen 500 miljoen euro extra moeten gaan betalen aan energiebelasting, terwijl plannen om dat ook mogelijk te maken in grote mate ontbreken. Wat je ziet is dat wij als basismetaal graag willen blijven produceren in Nederland en ook heel graag op een groene manier. Maar wat we daar zeer snel voor nodig hebben om dat mogelijk te maken is de beschikbaarheid van groene energie. En die moet vervolgens ook nog betaalbaar zijn. Voor alles wat we in dit land doen zullen we de industrie nodig hebben. Alle grote maatschappelijke opgaven, of het nou klimaattransitie is, energietransitie, stikstof. We hebben de industrie en al het vernuft nodig om in de toekomst ook onze boterhammen en banen zeker te stellen. Volgens mij moeten we jullie in campagnemodus. Het is echt wat dat betreft 5 voor 12. Dus word vocaal is mijn oproep. Ga in de campagnemodus en ga ook zorgen dat op 22 november de mensen snappen. Hey, die industrie die is zo slecht nog niet. Hey, die ondernemers die hebben we nodig. Hey, onze welvaart hangt er vanaf. En dat we dan een mooie coalitie kunnen sluiten met het bedrijfsleven om samen een soort van ondernemersakkoord te sluiten waarin we echt het toekomstige verdienvermogen van Nederland en de plaats van de industrie, van de innovatieve industrie, zeker kunnen stellen.